Open VLD maakt zich zorgen over de verslechterde financiële toestand in onze gemeente. De personeelskosten swingen de pan uit en de zware investeringen in megaprojecten hebben onze uitstaande schuld doen verdubbelen op 3 jaar tijd. Van 12 miljoen euro in 2010 naar een geraamde 27 miljoen euro in 2013. De gemeente had sowieso een zware afbetalingslast met het nieuwe gemeentehuis, waardoor de volgende generatie nog elk jaar 1 miljoen 100.000 euro zal moeten opzij leggen. Daarbovenop heeft de gemeente onlangs nog 3 gebouwen rond het Bethaniehuis aangekocht voor een totaalbedrag van 1.500.000 euro, die nog natuurlijk allemaal moeten vernieuwd worden en gerestaureerd worden en verbeterd worden, en dat gaat weer handenvol geld kosten. Ook de nieuwe gemeenschapsinfrastructuur aan de Achterstraat, dat 5,6 miljoen zal kosten, weegt heel zwaar op onze schuldenberg de volgende jaren. Maar helemaal onbegrijpelijk is dat de gemeente een nieuwe bibliotheek gaat bouwen aan het Dorpsplein in Zoersel voor een bedrag van 3,1 miljoen euro. Terwijl de bibliotheek aan het Zonneputteke nog ruim voldoet aan alle kwaliteitseisen. Ook de verhuis van de loketdienst in het Lindenpaviljoen naar het complex van de bibliotheek is helemaal niet nodig. En is het werkelijk een taak van de gemeente om daar bovenop nog een ruimte te bouwen voor het onderbrengen van een nieuwe kebabzaak? Helaas stopt het niet met het bouwen van megaprojecten. Op stapel staan ook het bouwen van een totaal nieuwe technische dienst aan het Zonneputteke en een brandweerarsenaal. Vergeten we ook niet dat de gemeente zich akkoord heeft verklaard om alle exploitatieverliezen te gaan dragen van het nieuwe woon- en zorgcentrum aan de Smissestraat dat samen met Covabé gaat uitgebouwd worden. Simulaties tonen aan dat de gemeente Zoersel hier jaarlijks minstens 500.000 euro zal moeten gaan bijschieten. Een andere belangrijke reden van de slechte financiële toestand in de gemeente Zoersel zijn de personeelskosten die werkelijk de laatste jaren de pan uitzwingen. In 2012 gaat 56% van alle werkingsmiddelen naar personeel, terwijl dat in 2008 nog geen 50% was. Zoersel betaalt dit jaar 11.600.000 euro aan personeel en dat steeg op 1 jaar tijd met maar liefst 600.000 euro. De stijgende pensioenslasten zijn er ook niet vreemd aan. En dat zal er niet op verbeteren, want de nieuwe wet betreffende de financiering van ambtenarenpensioenen bepaalt dat de huidige bijdrage van de gemeente van 30% op de totale loonmassa geleidelijk zal stijgen naar 41% in 2016. Concreet betekent dat de personeelslasten in Zoersel door deze doorrekening vanaf 2016 ongeveer 1,5 miljoen euro elk jaar hoger zal zijn. Open VLD is dan ook erg ongerust dat de huidige meerderheid zijn megaplannen hoe dan ook zal verder zetten. De financieel slechte situatie zal uiteraard gecompenseerd worden met een serieuze belastingverhoging. Open VLD wil dit niet. En er is daarom een nieuwe bestuursploeg nodig die een stop inlast in de niet aflatende stroom van zware investeringen. Wij willen vooral slimmer besturen en eerst de gemeentelijke financiële situatie op orde brengen. De kleine investeringen die wij prioritair willen realiseren, komen in de eerste plaats de burgers ten goede. Slimmer besturen in deze economische zware tijden, dat is het wat Zoersel nodig heeft.